Hey, weer een donatie. En zo gaat het de laatste tijd continu wanneer André Catoule op zijn telefoon kijkt. Hij en zijn vrienden fietsen op zaterdag 8 april de Brug tot Pomp Tour. Wat weer een onderdeel is van de strijd van Salland. Vanuit Heino, de bakermat van Salland, ving ik André op die alvast de route aan het verkennen was. Zo André, je hebt de route verkend? Ja, vanaf Putten deze kant op gefietst en de fietspaden goed verkend, zeg maar. De Veluwe is schitterend, maar het Salland blijft het mooiste. Nou doe je dit niet allemaal alleen, hè? Nee, we zijn samen met 8 andere fietsers, waarvan 2 professoren uit het Erasmus Medisch Centrum, Pim French en een collega, Levi. En die fietsen mee vanaf Rotterdam tot aan Utrecht. En dan gaan zij weer terug naar Rotterdam en we fietsen met z'n achter door deze kant op. En er komt een kleine groep aansluiten bij de pomp van Weijen. Die fietst vanaf Weijen samen met ons mee hier naar deze hele mooie pomp. Een echt streefbedrag heeft André niet voor ogen. Maar dat er geld moet worden opgehaald voor meer onderzoek naar hersentumoren, dat staat voor hem als een paal boven water. De teller loopt al mooi op. We gaan al over de 2000 euro voor ons team. En dat op een totaal van 19.000 euro wat totaal ingezameld is. Kijk. Voor het goede doel. En op dit jaar zetten we in op Let Me In. Dat is een immuuntherapie. Waar dus vormen van een effectieve behandelswijze worden onderzocht. En als dat onderzocht is, zeg maar, en we hebben het voortraject gefinancierd, zeg maar, dan komen de grotere instanties zoals KWF met grotere bijdragen, zodat het meer Europees, wereldwijd wordt onderzocht. In het Erasmus Medisch Centrum en in andere medisch centra's. Marleen de Baarslag is eigenaresse van Buffy's proeflokaal. Zij is een van de mensen die André helpt het benodigde geld op te halen. Ja, eigenlijk is het al een jarenlange samenwerking. De strijd van Salland is in ons dorp Heino echt heel bekend. En wij vinden als ondernemer, maar ook als verbindende factor, zeg maar, tussen een goed doel en het bedrijfsleven heel belangrijk. De strijd van Salland is ontstaan eigenlijk vanuit hier uit Heino. Sharon, een van onze bestuursleden, heeft een hersentumor. En van daaruit is zeg maar het Bergentocht georganiseerd. En de eerste editie was in 2017. Toen werd er al ruim 30.000 euro ingezameld. En de editie voor de corona bracht zelfs 105.000 euro op. En toen kwam de corona en vorig jaar hebben we een bedrag van 63.000 euro ingezameld. En hopen we dit jaar natuurlijk verder overheen te gaan. De naam van de Van Brug tot Pomp Tour heeft ook nog een diepere betekenis. En is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ja, de brug staat voor de hoppels die een kankerpatiënt moet nemen, zeg maar. En de pomp staat voor de goede hoop die eruit kunt pompen. En daardoor is eigenlijk het idee ontstaan. Eigenlijk is het uitgevonden, deze hele mooie beschrijving door Rudy Buitenkamp, moet ik zeggen. En en we gaan er gewoon voor. Alleen, wij hebben dus zeg maar in 2021, John Koolhoff en ik, hebben dus de fietstocht gedaan van Bourtange naar Rotterdam. Ja, en we wilden nog een keer een uitdaging, maar dan iets op kleinere schaal. En vandaar dat we het op deze manier doen en dan 155 kilometer. Namens Buffy's, toi 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 voor het team van Brug tot Pomp. Zet hem op. Ik pak nog een paar kilometers voor aanstaande zaterdag, even in de training er tussendoor. Cheers. Dank je. Morgen. Ja.